Als ik één potje win in Stumble Guys, mag ik al mijn edelstenen opmaken. En dat zijn er ongeveer 3000. Ja, dat zijn er heel veel. En ik heb een win! Ja, ik had gewoon gespeeld hiervoor en ik had hem weer gehad. Ik dacht, het is wel een leuke intro. Want dit is gewoon een Road to Alle Skins aflevering. Ik zou die edelstenen sowieso al opmaken. Maar ik vond het wel grappig, want ik heb hem weer gehad. Trouwens, het is vet irritant. Er zijn twee geluidjes door elkaar. Ik zal het wel even uitzetten. Volume, dan moet ik eventjes checken hoe dit moet. Ja, nu heb ik de muziek uit. Maar dan hoor je nog steeds een deuntje op de achtergrond. Ik weet niet hoe dat kan of wat dat precies is. Geen idee, maar dit is iets chiller. Dan heb je niet twee geluidjes door elkaar. Maar in ieder geval, zoals jullie zien, 3000 edelstenen gaan we opmaken. Want ik wil natuurlijk alle skins krijgen. Ik ben al een heel eind op weg. Ik heb ze bijna allemaal. Alleen dit zijn de enige skins die ik nog moet krijgen. Het zijn er in totaal 15. 15 skins moet ik nog krijgen. Dan heb ik ze allemaal. En ik ben benieuwd hoeveel skins ik erbij ga krijgen met die 3000 edelstenen die ik nu ga opmaken. We gaan erachter komen, maar als jullie er zin in hebben, doe dan duimpje omhoog. 2000, 3000 likes zou super tof zijn als het gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en dan dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's, want support natuurlijk op dit soort video's wordt wel gewaardeerd. Want ja, het kost al met al wel redelijk wat geld. Mijn gratis spins had ik vandaag al opgemaakt, dus we gaan gewoon alleen aan het gewone rad spinnen. Want dan is de kans het grootst dat ik nieuwe skins krijg, want ik heb gewone en bijzondere voornamelijk nog nodig. 2 zeldzame en 1 epische. De kans op een epische is 9%. En anders kunnen we ook nog altijd hier wat aan spinnen. Want die ene epische die ik nog moet hebben, dat is deze. Kunnen we natuurlijk altijd proberen nog aan het rad te krijgen. En ik heb ook nog genoeg stumble tokens. Dus dat kunnen we eventueel ook zo meteen proberen. We zien het wel. We gaan nu in ieder geval gewoon aan het gewone rad spinnen. En ik zou het al heel nice vinden als ik gewoon 1 of 2 nieuwe skins zou krijgen. Ik heb ze bijna allemaal al. Dus ik denk dat de kans heel klein is dat we nieuwe krijgen. Maar we krijgen er 1. Lol, met gewoon de tweede spin krijgen we meteen al een nieuwe. En die epische die jullie daar net zagen, dat is dus ook een nieuwe die ik moet krijgen. Maar een veel beter begin van de video kan niet. Dus ik ben er al blij mee. 1 nieuwe skin is al in de pocket. Dan hebben we nog 14 te gaan. En ik ben nu alweer vergeten hoeveel skins ik nog in totaal moet hebben. Of hoeveel ik er in totaal heb. Ik moet er nog 14. Ik ben vergeten hoeveel ik er in totaal heb. Niet hoeveel ik nog moet krijgen, want dat weet ik dus. Maar dat gaan we zo meteen eventjes uitrekenen. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, dit zijn alle skins die ik heb gekregen. We hebben 1 nieuwe, dus daar ben ik tevreden mee. Ik ga hem gewoon meteen eventjes activeren. Volgens mij had ik deze gekregen. Ik vind het in ieder geval mooi. Dan is dit de enige zeldzame die ik nog moet hebben. Maar ik ga dus eventjes snel uitrekenen hoeveel ik er al heb. Ik wist het wel, maar ik heb het niet genoteerd. Dus dat was niet zo handig. Ik heb in totaal 216 skins. Dat is wel echt nice, boy. Yo, ik heb in totaal 54 rijen met skins. Zeg maar ja, dat doe je dan keer 4. En dan heb je het aantal wat je in totaal hebt. Hoe nice is dat? Nog 14 erbij en dan hebben we ze gewoon allemaal. Dus in totaal zijn er op dit moment 230 skins in het spel. En daarvan heb ik er dus 216. Dus ik ben al goed onderweg. Maar we gaan er gewoon weer lekker spinnen. Eens kijken of we nog een skin erbij kunnen krijgen. En zometeen ga ik ook wel even aan het epische rad spinnen. Misschien dat we dubbele special krijgen. Maar misschien ook dat we die nieuwe epische krijgen. En dat zou ook al nice zijn. Want dan is toch weer eentje erbij. Maar als ik er in totaal 4 bij krijg vandaag, dan ben ik al heel tevreden. Dan zitten we op de 220 skins. En dan moet ik er nog 10 krijgen. Dus dat is mijn doel. In totaal 5 krijgen. We hebben er al eentje. En dit was er weer 1. Dan hebben we er nu 2. Dan moeten we er nog 3 krijgen. En dan ben ik tevreden met deze video. Dan hebben we in totaal gewoon ziek veel skins er weer bij. Oké, we hebben nog 13 te gaan. En we hebben 217 skins hebben we al. Ik hou het nu gewoon de hele tijd bij. Dan weet ik exact hoeveel skins we al hebben. En hoeveel we er nog moeten gaan. Of hoeveel we er nog hebben te gaan. Zo moet ik het zeggen. Maar hoe nice is dit? Oké, volgende spin. Geen epische. Daar heb ik niks aan. Ja, of het moet de nieuwe zijn. Maar dat was deze niet. Dus ja, dat weet ik. Van die gewone en bijzondere weet ik niet precies welke ik nog moet krijgen. En welke niet. Dus dat is elke keer weer een kleine verrassing als we een nieuwe krijgen. Deze epische, dat weet ik wel. Die hebben we sowieso al. De kans op epische is trouwens 9%. Dus niet heel groot. Maar hey, maakt helemaal niet uit. Die epische, die moeten we krijgen die daar net stond. Maar we hebben een gewone visser gekregen. Ja, ik vind het helemaal mooi. Dan heb ik dus deze nu gekregen. Maar in ieder geval, eventjes kijken naar onder. Dan kan ik misschien een beetje onthouden welke gewone en bijzondere ik nog moet hebben. Oh, weet je wat? Ik maak een screenshotje en dan kan ik hem op mijn computer zetten. En dan weet ik precies welke ik moet hebben. Oké, ik heb nu op mijn computer een screenshot staan van alle skins die ik nog moet hebben. Dus ik weet nu precies
als er eentje net aan voorbij gaat of zo, of ik die nog moet hebben of niet. Deze heb ik al. Ja, dat wist ik. Ja, ik moet nog 4 algemene. En ik moet 7 van die bijzondere. Dus ik moet de meeste bijzondere, die moet ik nog hebben. En van de zeldzame moet ik nog een bij hebben. Dus als het een bij is, dan moet ik die ook nog hebben. Maar ja, dan moeten we net pas al hebben. Oké, wat gaan we nu krijgen? We krijgen een gewone. Deze had ik ook al. De kans dat ik net een nieuwe krijg is wel echt heel erg klein. Ik moet trouwens ook nog een Portugese speler, die voetballer. Oftewel Cristiano Ronaldo, dat kan ook. Dan kunnen we echt een suuuu doen. Deze had ik net al gekregen. Ja, ik dacht dat ik die al lang had, maar blijkbaar had ik die nog niet. Dus als we een Portugese voetballer krijgen, dan ben ik ook hartstikke blij. Want dan hebben we ook een nieuwe skin erbij. Wat gaan we nu krijgen? Geen Portugese voetballer, we krijgen een dief. Ik moest nog wel een dief hebben, alleen in een andere kleurencombinatie. Dat heb je trouwens ook. Heel veel skins lijken op andere skins, alleen dan met andere kleurtjes. Dan zijn het eigenlijk dezelfde skins, alleen met een ander kleurtje. Dat is wel een nadeel. En ik moet nog een bij hebben, alleen ik moet een gele bij hebben. Dit is een rode bij, dus ook weer zo eentje. Ja, ik had laten zien. Dan moet ik wel weer naar beneden scrollen, maar dat zal ik wel eventjes snel doen. Kijk, ik had dus deze bij moest ik hebben. Die had ik in een andere kleurencombinatie. En met deze dief ook. Daar had ik dus ook een andere kleurencombinatie. Als ik nou de goede krijg, dan heb ik gewoon weer nieuwe skins. Dus kom op. Geef deze jongen nog even een paar nieuwe skins. Zorg dat we er nog 3 krijgen. Dan heb ik exact 220 skins heb ik dan exact. Zou mooi zijn als dat gaat lukken nog in deze video. We krijgen nu een eventje. Dan heb ik niks aan, want deze heb ik al. Come on! Een bijzondere skin. Die moet ik hebben. En dit is een Braziliaanse voetballer. Ik moet een Portugese voetballer hebben. Geen Braziliaanse. En... oh, nee! Nee, dat was hem! Dat was die epische nieuwe skin die ik nog moest hebben. Zometeen gaan we trouwens ook nog even aan dat andere rad spinnen. Deze heb ik ook al. Ja, de bijzondere zijn wel best om te hebben, omdat ik daar nog het meest van moet. Maar ja, dan moet ik wel de goede krijgen. Deze heb ik ook al. Maar zometeen gaan we ook nog even aan het epische rad spinnen dus. Om te kijken of we gewoon die nieuwe epische nog kunnen bemachtigen. Die clown! Die eentje verder, die clown die daar stond, die moest ik nog hebben. Alleen, ja, kreeg ik hem helaas niet. Dus dat is jammer. Deze heb ik ook al. Dus hebben we ook niet zoveel aan. We begonnen redelijk met deze video. Vet snel een nieuwe skin. Maar het wordt nu wel heel snel minder. En deze hebben we ook al. Ik denk dat we nu nog 1 of 2 skins krijgen. Niet veel meer. En deze hebben we ook al. Dus dat is ook jammer. En dit waren inderdaad deze skins alweer. Dan hebben we nu nog 840 te gaan. Daarna gaan we naar dat epische rad. En dan hoop ik dat we in ieder geval die ene nieuwe epische skin kunnen krijgen. Dan ben ik in ieder geval nog een beetje tevreden. Sowieso nog 1 skin erbij. Dat moet sowieso wel. Als je ziet hoeveel we hebben opgemaakt. We krijgen nu een epische, maar ja, deze had ik ook al. Het zit nog niet helemaal mee in deze video. Maar ja, de kans dat ik een nieuwe krijg is ook gewoon klein. Omdat ik eigenlijk alle skins al heb. Ja, het wordt gewoon moeilijker naarmate je verder komt. Dat is de hele eierreed. Maar ik heb een nieuwe! Dit is wel de goeie. Oké, ik moet nog 12 skins hebben. En ik heb er nu momenteel 218. Wow, yo! Dit is echt niet normaal. We gaan als een raket. En deze heb ik al wel. Oké, die gevangenen die hebben we dus nu net gekregen. Ik hoop eigenlijk stiekem dat we nog een nieuwe erbij kunnen krijgen. Dit is Popeye. Maar die heb ik ook al. Kom op, of een matroos, zo kan je het eigenlijk ook zeggen. In ieder geval, mij doet die denken aan Popeye. Deze moet ik nog krijgen in het blauw. Dus nu krijg ik hem in het paars. Ik moet hem nog even in het blauw hebben. Volgende, deze heb ik ook al. En dan denk ik dat dit alweer de laatste spin is. Of nog eentje hierna. Maar sowieso dat we niet meer veel te gaan hebben. En deze moet ik nog in het groen. Ja, die was inderdaad de laatste. In ieder geval, 1 nieuwe erbij. Dus dat is mooi. Ik kan nu nog... 5 keer spinnen. 5 keer spinnen en dan zijn al mijn edelstenen op. Dus dit zijn de laatste spins. En dan hebben we de laatste kans om nog een gewone of algemene of bijzondere skin of zo. Dus hopelijk gaan we er nog één krijgen. En dan zou het misschien toch nog kunnen lukken. Dan krijgen we een epische, daar heb ik niks aan. Want als we nu nog 1 zo'n algemene, bijzondere of zeldzame skin krijgen, een nieuwe, dan kan ik zo meteen aan dat andere rad gaan voor de epische. En dan kunnen we in totaal toch nog 5 nieuwe skins krijgen in deze video. Maar dan moet het nu wel gaan gebeuren. Deze heb ik ook al. En dit is de laatste spin. Dan moet het nu gaan gebeuren. Come on, een nieuwe skin. Het is een nurse, maar die heb ik ook al. Ai, 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 ai. Dit is allemaal weer jammer, hè. Dit is wel jammer. Oké, dat betekent dat we dus nu al mijn edelstenen hebben opgemaakt. Dan ga ik nu gewoon even een tijdje aan het epische rad spinnen. Gewoon even kijken of we misschien die nieuwe epische skin kunnen krijgen. Misschien gaat dit heel veel stumbletokens kosten.
We gaan gewoon in ieder geval een aantal keer spinnen. Als ik meer dan 50 keer moet spinnen, dan stop ik wel. Dus 50 keer is het max. Maar ik verwacht eigenlijk wel dat we daarvoor de nieuwe skin gaan krijgen. Maar je weet het niet, hè. Je moet een beetje mazzel hebben. Daar was hij net trouwens. We gingen er net aan voorbij. Ja. Dus come on. Nieuwe skin. Ik heb wel het idee dat hij er vaak tussen staat, die nieuwe skin. In ieder geval, als ik hier nu een beetje kijk, zie ik hem regelmatig voorbij komen. Ja, hier is hij al. Let's go. We moeten nog 11 skins. 11 skins en we hebben alle skins. En we hebben er in totaal 219. Honjo, oké. Mijn doel was 5 nieuwe skins in deze video. Uiteindelijk hebben we er 4 gekregen. Al met al, prima. Het had echt wel slechter gekund. Dus ik vind het op zich best wel een goed resultaat, om eerlijk te zijn. Met een beetje mazzel krijgen we nog een special erbij. Dat zou deze video helemaal compleet maken. Nu niet. Ik denk dat we hierna nog 1 spin hebben. Dus dan moet het nu gebeuren. En dan hebben we helemaal een perfecte video. Maar hij gaat voorbij, de special. Dus die krijgen we niet meer. Ja, dit was het inderdaad. Maar wel de nieuwe Apex skin. En daar ben ik wel erg blij mee. Dan ga ik die meteen eventjes selecteren. Als het goed is, staat die hier ergens tussen de Apex. Ja, hier is die. Hier, dit is de nieuwe skin. Of nee. Dit was de nieuwe skin. Deze is ook relatief nieuw, maar deze had ik net gekregen. Ik vind het helemaal mooi. Ja. Dus dat betekent dat we in totaal 219 skins hebben. En dan moeten we er in totaal dus nog 11 krijgen. Dus dit zijn de enige skins die ik nog moet hebben. Als ik deze heb, heb ik ze allemaal. Misschien binnenkort maar weer een keer een nieuwe aflevering maken. Ik laat het er wel bij, want anders kost het allemaal veel te veel geld. Dus ja, ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik dat van nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmeunig hebt genoten van deze video, vergeet dan natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan ga ik even woep opzij. En dan komt hier een video te staan. Die kan je checken. En ik denk dat je die ook wel leuk vindt. Dus nou, misschien leuk om nu dan te kijken. En hier kan je op drukken en dan kan je abonneren. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Maar dit was het echt. Joejoe!